Vandaag is Nijmegen de International Capital of Healthcare Innovation. Want vandaag is het Our Future Health. Hier in de vereniging zullen sprekers komen onder wie minister Schippers, Nelly Kroes en prinses Laurentien. Ze zullen spreken en hun visie geven over de zorg en over zorginnovatie. Our Future Health zal de wereld overgaan. Er is een livestream die gaat van hier tot Zweden, tot Amerika. Zorginnovatie gaat de wereld over en die start hier in Nijmegen. The technology that we're seeing demonstrated and talked about on the stage is stuff that is live and real. It's not being developed or dreamt of. It's happening. You know, what are the pink socks about? And what are they about? What are they about? What's the story? Yeah, so the pink socks are really all about connection, right? They're about making people smile. I mean, these are fun socks. How can you not smile when you're wearing these, right? Yeah, show us the socks. Een nieuw perspectief te plaatsen. Stop met de klassieke concurrentie. Samenwerken is het nieuwe concurreren. Zoek elkaar op en zorg ervoor dat wij adaptief zijn ten opzichte van de ontwikkelingen die op ons afkomen. Meer aandacht komt, meer ruimte zal worden gemaakt en geld gegeven, denk ik, om dit soort dingen te doen. En het is verbinding, de samenwerking. Dat vind ik mooi. Dat is en het bedrijfsleven en de universiteiten en de start-ups en de overheid. Die combinatie, dat vind ik mooi. Wij moeten het werk van verpleegkundigen ook makkelijker maken. Daar hebben we nieuwe technologie voor nodig. Dus het zou voor verpleegkundigen een echt een groot voordeel zijn om juist te kijken hoe kan ik mijn werk makkelijker maken en beter maken met technologie. De laatste nee komt de eerste ja en daar moeten we op voortbouwen. 50 jaar, nou dan gaan we niet meer dood. Dus hebben we helemaal geen zorg en dingen meer nodig. Hij is er meest bijgebleven dat we het samen moeten doen. Dat het alleen maar met academie, industrie en alle patiënten, alle partijen samen, die vinden de beste oplossingen. Daar ben ik van over opgeschreven in mijn telefoon. Want zo'n mooie uitspraak. Cooperation is the new competition. Mooi. Dingen terug te kunnen brengen naar ons ziekenhuis en naar onze dokters en apothekers. Hoe we dit kunnen doen morgen. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Als je de verhalen hoort en de betrokkenheid hoort. Ik denk dat innovatie heel hoog, hoger dan ooit, op onze agenda staat. En nog meer dan vandaag dat de implementatie gestimuleerd wordt en dat we in huis echt die cultuur en die structuur gaan verbeteren om innovatie in het midden van ons huis te zetten. Ja, maar luisteren is één, maar dan nog iets mee doen is twee, denk ik. Dus dat moeten we blijven doen, denk ik. Wat me bijgebleven is, is dat iedereen heel graag wil veranderen. Wat ik nog graag wil horen is, hoe dan? Aan onderzoek mee te doen met een exoskelet. Daar laten ze verlamde mensen mee lopen. Daar ben ik aan begonnen en daar heb ik zeker geen spijt van gehad. Want het was een uitdaging en die ga ik graag aan. Maar ze kijken op je neer. Op het moment dat dat niet meer gebeurt, en in mijn geval, ik kijk dan op de mensen neer. Dat is zo'n onbeschrijfelijk fijn gevoel. Dan voel je je weer compleet. Minder rolstoelen. En meer exoskeletten, dat moet de toekomst zijn. We zijn in Nederland heel erg goed bezig, maar alweer dat woord bescheidenheid uit het woordenboek en de vooruitkomen. En het is helemaal niet erg om af en toe een fout te maken.